Reeshoeks is een familiebedrijf opgericht in 1994. Vandaag is het nog altijd een familiebedrijf. Maar ondertussen hebben we Reeshoeks naar de beurs gebracht in 1997. Ongeveer 60% is nog familiaal. We zijn actief in de sector van petverpakkingen. Onze klanten zijn vandaag Coca-Cola, Pepsi. We zitten ook in andere sectoren, zoals bier, olieafvullen. Als we gestart zijn in België, hadden we een omzet het eerste jaar van praktisch niks. Ondertussen draaien we een omzet van 300 miljoen euro en we zijn actief in 7 landen en op 3 continenten. Dat zijn de Rusland, Europa en Amerika. De strategie van het bedrijf was in het begin het maken van preforms. Nadien hebben we ons gefocust op het maken van speciale preforms. De strategie in de volgende jaren is vooral uitgroeien tot de grote verpakkingsgroep. Niet enkel tot drankverpakkingen, maar ook tot andere verpakkingen die gemaakt zijn met de know-how van PET. Reeshoeks heeft heel vlug besloten om zijn vestigingen uit te breiden naar de verschillende landen. En de hoofdreden op dit moment, op het moment dat we besloten hebben om het te doen, was vooral transportkosten. En to be local by local customers. Want ieder land heeft zijn eigen gebruik. Als we gaan kijken naar Rusland, zal bijvoorbeeld het grootste verbruik van PET zijn in de biersector. Als we kijken naar landen zoals Griekenland, zal het vooral plat water zijn. Als we kijken naar Spanje, is het softdrinks en fruitsappen. Dus ieder land heeft zijn eigen gewoonten en eigen sector waarin we ons zelf gespecialiseerd hebben. Sinds de oprichting van Reeshoeks in 1994 en tot en met de jaren 2000 hadden wij reeds zwaar geïnvesteerd in de internationalisatie van het Reeshoeksgroep. Deze was echter niet voltooid. En wij zochten achter een financiële partner die paste bij Reeshoeks ten einde de ontwikkeling van onze activiteiten in Centraal-Europa, maar ook in Noord-Amerika verder te ondersteunen. Wat ons bevallen is in de samenwerking met BMI, is een zeer degelijke analyse van het dossier, zowel op operationeel, financieel vlak, vooraleer dat BMI instemt om mee te doen aan het project en de voorwaarden bepaalt. Ten tweede is ook de zeer vlotte, nauwe samenwerking met het lokale management. Ten derde de bijkomende ondersteuning richting bijvoorbeeld banken, waarbij dat BMI die in het project zit als een referentie kan gebruikt worden. Het gebruik maken van het netwerk om toegevoegde waarde te creëren.